Ja, ben ik al bruin? Bijna iedereen die wel eens in de zon zit, stelt zich die vraag wel eens. Maar ja, al die straling, dat is niet zo gezond. De zomer staat voor de deur en dat maakt menig mens vrolijk en blij. Voor de vakantie nog een fijn zonnebankuurtje, heerlijk het strand op of gewoon achter in de tuin en dan eindeloze bakken in de zon. Zodat onze melkwitte huid verandert in een chocoladebruin geheel en een gezond kleurtje waar niets mis mee is. Toch? Ja, zelfs onder de zonnebank. Die zon, hè, David Nooy, het is niet echt heel erg, David moet ik zeggen, het is niet echt heel erg gezond, hè? Nee, het is onomstotelijk bewezen dat UV-stralen, niet alleen maar van de natuurlijke zon, maar ook van kunstmatige zonnekanonnen of zonnebanken, dat die niet gezond zijn en dat ze kankerverwekkend zijn. Ja. En vroeger wisten we dat niet. Ging iedereen massaal op een zonnebank. Dan praten we over de jaren 70 en 80. Maar de laatste 10, 20 jaar is er steeds meer informatie binnengekomen dat die UV-stralen ook van een zonnebank niet goed is en dat het kankerverwekkend is. Ja, nou ben jij huidarts, nou weet je daar een heleboel van, daar horen we zo meer over. Maar Carolien Berends, ook welkom. Jij bent eigenlijk, ja, mag ik je patiënt noemen? Van te veel zon? Ja, dat klopt. Ja. Ja, vertel, wat is er met jou gebeurd? Nou, ik ben in mijn tienerjaren regelmatig verbrand geweest. En op dat moment denk je wel van, weet je wel dat het niet goed is, maar je denkt de verbranding gaat wel over en dan is het klaar. Maar dan ben je nog niet bewust van wat de gevolgen zijn op de lange termijn. En die ondervind ik dus nu. Ja. Doordat ik regelmatig basaalcelcarcinoom plekjes heb, oftewel huidkanker. Nou, dat ingewikkelde naam is, dat horen we zo meteen. Was je ook verslaafd echt aan de zon? Nee. Nee, dat niet. Nou, wat wel een verslaving is, en daar gaan we eerst even naar kijken, is die van mevrouw Struik uit Rijssen. Want die komt heel vaak bij de Action. Even solarlampjes halen. Ja. Zo, ik heb ze. En wat heb je nou gehaald? Ik heb solarlampjes gehaald voor op de camping. Ben je verslaafd aan deze winkel? Helemaal. Ik ben helemaal totaal verslaafd. Ria Struik uit Rijssen is 6 jaar geleden begonnen met een fansite van haar favoriete winkel. Nou Ria, laten we afspreken. Je mag 1 keer Action zeggen. Action! Nou, die hebben we. Maar dan ga je iedere dag naar die goedkope winkel. Ja, nou meestal wel, want hij zit naast een goedkope supermarkt. En dan ga ik altijd eerst even bij de binnen om te... Oh. Zeg het maar gewoon, ik piep het wel weg. Oké. Ga ik eerst even bij de naar binnen om te kijken of daar wat van mijn lijstje ligt, zeg maar. En of er nog nieuwe artikelen zijn die ik even wil posten. Maar hebben ze iedere dag iets nieuws? Ja, elke dag zijn er nieuwe dingen wel. Ja, elke dag komen de containers vol aan. Dus het is elke dag een uitdaging om even te gaan snuffelen, zeg maar. Ja. En inmiddels heeft ze meer dan 200.000 volgers. Het is begonnen met een weddenschapje had ik met een vriendin. Wij zeiden tegen elkaar, weet je, laten we allebei een winkel op huis zetten. En de eerste die 200 leden heeft, die krijgt een etentje van de ander. Dus toen dacht ik, nou, doe ik het gewoon over. En toen had ik tot mijn verbazing al 300 leden. Dus ja, en allemaal mensen waar ik nog nooit van had gehoord. Dus toen dacht ik, nou ja, oké. En zo is het begonnen. Ria denkt dat haar fansite zo'n hit is, omdat ze ook haar persoonlijke verhalen deelt. En wat heb je daar nou? Nou, dit is een pruikenkop. Mijn moeder die was ziek en die had kanker. En toen was ze overleden, toen zat ik met die kop in mijn handen. Ik denk, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? Ik kan wel weggooien. Maar toen dacht ik, weet je, ik ga er gewoon servetten op plakken. En dan heb je een mooie blijvende herinnering. Kan ik leuk ergens neerzetten. En dat had ik toen op de site gezet. En ik keek op mijn mail, in mijn mailbox. Had ik echt honderden mailtjes van mensen die ook iemand verloren hadden aan kanker. Of zelf ziek waren en een pruik op hadden. Dat maakte toen wel heel veel indruk op me. Dat je een soort praatmaatje van iemand ben geworden, terwijl je die mensen helemaal niet kent. Dit is een My Social boek. Ik heb het gedaan van een fanpagina. Voorin staat de post die de meeste likes had gekregen. Dat was een stel. Zij wou trouwen met die jongen, maar hij had gezegd, joh, bij 15.000 likes op mijn foto ga ik met je trouwen. Toen had ik gezegd van joh, zorg dan dat hij iets van aan heeft.
Dus dat heb ik gewoon gepost. En ze is lekker getrouwd met haar grote liefde. Dankzij mijn site eigenlijk een beetje. Dus dat vind ik wel heel grappig eigenlijk. Ja, elke dag post ik gewoon iets. En ik ga er nog heel lang mee door. Ja, het is zelfs zo bijzonder voor Ria dat ze dankzij al haar promotie voor deze welbekende winkel, jawel, een reisje aangeboden krijgt naar Amerika voor 6 personen. Goed, heel bijzonder. Dermatoloog David, wel eens bij de Action geweest? Zo min mogelijk. Ja, toch wel. Ja. En al die andere winkels? Zoals? Ja, nou, de Blokker bijvoorbeeld, of de IKEA, of al dat soort andere verzamelwinkels. Ik heb daar geen tijd voor. Ik heb mijn hele leven gewijd aan de bestrijding van mensen met huidkanker. Ja. Eigenlijk. Ja, ja. Dat is eigenlijk wat de dermatoloog op dit moment doet. Hè? 40 tot 50% van ons werk is tegenwoordig het behandelen, het herkennen, diagnosticeren en begeleiden van mensen met huidkanker. Want het is echt een enorme epidemie op dit moment. Ja, je noemt het echt een epidemie. Want ja, absoluut. Hoeveel ja, in 20, is het gestegen ja, in 20 dan? Jaar, als je de cijfers van de Nederlandse Vereniging mag geloven, maar ook van het CBO, hè, dus van het Centraal Bureau voor Statistiek in Nederland, dan is in 20 jaar verdrievoudigd. Van 17.000 gevallen per jaar tot 54.000, 53.000 nieuwe gevallen van huidkankers per jaar. En dat is natuurlijk heel zorgwekkend. Ja, schokkende cijfers werkelijk. En Australië is natuurlijk nog vele malen erger. Daar heeft 1 op de 2 mensen huidkanker, klopt dat? 1 op de 2 mensen met een blanke huid, die hebben huidkanker. Weet je, de blanke Australiërs, die horen daar niet te zitten eigenlijk. Nee. En die zijn natuurlijk oorspronkelijk vanuit Engeland en Schotland en Europa geëmigreerd. En die hebben eigenlijk niet het huidtype om daar in die tropen te wonen. Nee, precies. De huid is te blank. En in Nederland is het dus de laatste jaren ook enorm toegenomen. 1 op de 5, klopt dat? 1 op de 5 mensen met een blanke huid, hè, dat moet ik wel bij zeggen, die krijgt zijn of haar leven te maken met een huidkanker, met een vorm van huidkanker. En dat kan ook een beginnende vorm zijn, een voorstadium zijn, of zelfs het gevaarlijke melanoom. Ja, en is dat heel erg gevaarlijk? Want het is een ingewikkeld woord, maar... Melanoom, mela komt van het woord zwart, pigment. Ja. En de pigmentcel, dat is een cel wat bovenin de huid zit, wat als functie heeft het bruin maken van de huid. En die functie is heel belangrijk, want als er zonnestralen opkomen, dan maakt die pigmentcel pigment. En dat is zorgt voor een filterwerking om die... Ja, zonnestralen eigenlijk tegen te houden. Oké, dus bruin worden is eigenlijk een beveiligingslaagje? Eigenlijk een beveiligingslaag, maar ook een teken dat de huid zich heeft moeten beschermen tegen de gevaarlijke UV-stralen. Ja. Zo moet je het eigenlijk ook zien. Wij dermatologen willen het steeds meer af van het bruin worden als schoonheidsideaal. Ja. Dus eigenlijk bruin worden is eigenlijk helemaal niet zo gezond, is helemaal niet zo mooi. Hoe komen wij eigenlijk bij dat idee? Want als je naar Azië gaat bijvoorbeeld, daar is het juist ontzettend mooi om zo wit mogelijk te zijn. Om zo wit mogelijk dan te zijn. Dan kan je nog geen crampje uit de kast trekken. Vroeger was het gewoon ook zo. Hè? Dan praten we echt over de renaissance, hè, de middeleeuwen. Hè, waar mensen die op het land werken, die waren bruin. En die hadden een lagere sociale klasse. En mensen die zo wit mogelijk waren, hè, die hebben het. Dus dat zijn de welvarende laag van de bevolking. Nou, en dat is in die Aziatische landen, maar ook in Zuid-Amerikaanse landen ook nog steeds zo. Maar in Nederland, ja, op een of andere manier is dat toch waarschijnlijk vanuit Amerika overgewaaid. Ja. Waar alle goede, maar ook allerlei slechte dingen ook overgewaaid zijn. En dat is zo overgenomen in Europese landen. Dat bruin zijn, ja, Jennifer Lopez, weet je, dat was ook altijd prachtig. Het schoonheidsideaal. Eigenlijk is het karamel, het is niet helemaal bruin. Nee, karamelbruin is eigenlijk de mooiste kleur die wij vrouwen, maar ook mannen voor zich hebben als een soort schoonheidsideaal. Ja, precies. Een schoonheidsideaal waar we dus misschien wel vanaf moeten, want het kan gevaarlijk zijn. En Carolien, jij weet en jij ondervindt dagelijks eigenlijk hoe ontzettend lastig dat is. Waar heb jij last van? Je noemde het net al wel een heel ingewikkeld woord. Basaal celcarcinoom. Leg uit. Wat is dat? Een vorm van huidkanker ontstaan door een beschadiging door de zon in mijn jongere jaren, mijn tienerjaren. Dus als tiener ging je vaak naar het zwembad en dan smeerde je niet zo heel goed in en dan dacht je dat komt wel goed. Ja. Was je niet bewust van, was dat werd daar nog niet voor gewaarschuwd dan? Nee, ja, je wist wel dat je moest insmeren, maar toen waren er ook nog geen beschermingsfactoren die hoger waren als volgens mij 15 of misschien wel 20. En ja, je smeerde je wel 1 keer in, maar daarna dacht je van ik vind het wel goed zo.
En het schoonheidsideaal, speelde dat ook al mee? Ja, natuurlijk. Ook al wel zoiets van, nou, mooi, lekker bruin kleurtje. Iedereen was bruin en ik wilde ook graag bruin worden. Maar ja, helaas, ik werd alleen maar rood. En dat ze... Ja, op een gegeven moment leg je daar wel bij neer, maar toen was het kwaad al geschied. En hoeveel jaren later kwam je erachter dat er ook echt kwaad geschied was? Nou, volgens mij was ik 38 toen ik de eerste keer een basaal celcarcinoom kreeg. Of dat het geconstateerd werd. Dus dat is nou lang geleden. Ja. En wat heb je toen gedaan? Want dan word je geopereerd, dan wordt het weggehaald? Het wordt weggesneden en dan, als het goed is, is het dan weg. Maar ik krijg het iedere keer op andere plekken wel weer terug. En dat is waarschijnlijk iets wat niet meer stopt. Toch? Ja. Ja. Nou, daar haal je even een heel goed punt aan. Want huidkanker is een chronische ziekte geworden. Mensen krijgen niet alleen maar één huidkanker. Nee, binnen één jaar heb je zelfs kans van 50% dat je een tweede en derde krijgt. En ik vertelde al in de wandelgangen zo net dat mijn record staat nu op 15 huidkankers die ik bij één patiënt tijdens één consult heb gevonden. Holy. En dat is echt heel, heel veel. En, dus mensen krijgen niet één, maar krijgen steeds meer. En op de romp is dan voor veel mensen dan minder erg, zeggen ze. Maar helaas komt het ook met name voor in het gezicht. Maar hoe komt het dan dat het zo ontzettend toeneemt? Is dat omdat we verder op vakantie gaan? Beschermen we ons minder goed? Of is het zo dat mensen in hun tienerjaren iets oplopen en dat zich nu pas manifesteert? Ja, allereerst is natuurlijk de vergrijzing van de bevolking. Hoe meer oudere mensen er zijn, hoe meer kans dat je huidkanker krijgt. Hoe meer zonneuren je huid heeft gezien. Dat is één reden. Je hebt zelf ook ingenoemd. Mensen gaan steeds verder weg op vakantie. Want je krijgt een verschuiving van de leeftijd. Vroeger was het 60ers, 70ers die het krijgen. Maar nu echt steeds meer eindtwintigers, 30ers, 40ers die huidkanker krijgen. Er is dus ook die inwerktijd van die incubatietijd, zeg maar, van die huidkanker wordt ook steeds korter. Mensen gaan ook steeds verder weg, hè, dat heb ik terecht genoemd. Mm-hmm. En ook steeds meer geld misschien. Ja. Misschien ook door het reisgemak. Hè. Vliegtuigen reizen ook veel verder tegenwoordig. Precies. Steeds vaker de zon in. Steeds vaker de zon in. Meid jij die zon nou echt, Carolien? Ga jij niet meer de zon in? Ik ga niet meer bewust in de zon zitten, nee. Ik zit in de schaduw. En als ik in de zon ben, dan smeer ik mij in met een, vaak een sunblock. Dus 50 plus. Want ik weet dus nu wat het doet. En in ieder geval hoe schadelijk het, omdat ik zo blank ben, voor mij is. En hoe vaak heeft dat nog invloed op jou? Ga je vaak naar het ziekenhuis of naar een huidarts? Nou, ik sta onder controle. Ik ga in ieder geval 4 keer per jaar voor controle. En dat blijft ook zo, zolang hij dan nog steeds nieuwe plekjes vindt. En wat gebeurt er op het moment dat je die plekjes niet weghaalt? Kan hij misschien beter antwoord geven? Ja. Als je het niet weghaalt, zo'n huidkanker groeit heel langzaam allereerst. En dat is ook het verraderlijke van zo'n huidkanker. Mensen zien het als het ziet eruit als een eczeem in eerste instantie. Mm-hmm. Of als een pukkeltje. En mensen hebben ook geen idee hoe huidkanker eruit ziet. Zeker als je het nog niet eerder hebt gehad. En dan groeit zo'n huidkanker steeds verder. En dat kan echt heel groot worden. Soms wel tot 2 centimeter. Tot 3 centimeter wel. En dan komt er een wondje, een zweertje en dan gaat het soms kapot. Soms zie je echt een gat in de huid ontstaan. En gelukkig hebben we over een vorm van huidkanker waar het niet uitzaait. Hè, het blijft aan de oppervlakte. Het blijft aan de oppervlakte, maar alleen het is geen gezicht natuurlijk. Het zit echt in je gezicht. Ja. En je kunt beter op tijd bij zijn en dan zijn die operaties ook niet zo ingrijpend. En dan kun je met een wat kleinere operatie kun je het weghalen. Maar als het al verder doorgegroeid is, ja, heb je toch wat grotere operaties nodig. Dan moet het ruimer uitgesneden worden. En bijvoorbeeld de Mohs-chirurgie, dat is ook een techniek wat wij toepassen in Hengelo. En dat doen wij omdat wij ook steeds meer grotere, ingewikkelde vormen van huidkanker tegenkomen in de praktijk. En dan zijn er ook nog steeds mensen die niet alleen in de zon gaan zitten, maar heerlijk onder de zonnebank gaan. Ja. Vorige week, de huidartsen hebben opgeroepen om misschien die zonnebanken eens een keertje naar het oud ijzer te brengen. Ja. Wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik een hele goede zaak. En eigenlijk had het natuurlijk ook veel eerder moeten gebeuren. Hè. We zagen natuurlijk al lang de cijfers, al 10, 15 jaar was het al bekend. Allereerst, het verschil tussen UVA, UVB, UVC. Kijk, in de zon... Er zit verschil tussen? Er zit absoluut verschil tussen. Vertel. In de zon zit UVA, UVB en UVC. Vroeger dacht men dat die langgolvige UV-stralen uit zonnebank, UVA, dat die veilig waren.
En daarom werden ze massaal gemaakt en mensen kochten het ook. Solarium, je schoof het ook onder je bed en voor het slapen gaan, ja, ga je er even onder. Maar ook die UVA-stralen die bleken schadelijk te zijn, ook kankerverwekkend te zijn. En UVB-stralen natuurlijk helemaal. Dus... En nu zijn we erachter gekomen en nog steeds gaan ze als warme broodjes over de toonbank. Hoe verklaar je dat? Daar kom ik weer terug op dat schoonheidsideaal. Mensen willen graag even een bruin gezicht hebben. Hè. Dat is gewoon nog steeds gerelateerd, nog steeds geassocieerd wordt het met mooi zijn. En ook welvaart. Hè? Als mensen op vakantie zijn geweest, dan is het altijd, oh mooi, god, je hebt zeker prachtig genoeg geld. Sommige mensen zijn er zelfs verslaafd aan. Hè? We zien hier een foto in beeld van een, ja, mag met recht gezegd worden, wel heel bruine vrouw. Hoe noemen ze dit? Ja, tonorexia of ten addicts. Dat is echt een verslaving. Ja, en dat is echt verklaarbaar, want tijdens het zonnen of op het moment dat je sowieso de zonneschijn of de zonnestraal ziet, dan worden wij blij, we worden gelukkig. En daar komen echt stofjes vrij in de hersenen, dat is echt aangetoond, dat zijn endorfines. Ja. En dat maakt mensen blij en mensen raken daar ook aan verslaafd. Dus als maar uit de zon gaan zitten is ook geen optie? Ja, dan word je ook ongelukkig natuurlijk. We zeggen niet dat zon echt heel slecht is. Zon heeft ook goede kanten. Hè. Zon geeft leven. Je wordt er blij van. Het maakt vitamine D aan. Ja. Maar met mate. Met mate. Precies. En dat kan. Wat zou je willen zeggen tegen mensen die deze zomer lekker op vakantie gaan? Vooral veel smeren. Heel veel smeren. Ja, en een beetje uit de zon blijven misschien. Ja, zoek het niet op het heetst van de dag en verder veel smeren. In ja. Azië hebben ze daar nog een hele mooie uitvinding voor gevonden. Een soort van bikini die ook op je hoofd zit. Daar hebben we ook nog een prachtig plaatje van. Ja, misschien is dit een optie. Marijke, gaat de zon schijnen of gaat het regenen? Nou, misschien ik denk dat kunnen we die anders die bikini opzetten. Aziatische bikini voorlopig in Nederland in ieder geval zo heftig nog niet nodig hebben.